Valkenburg aan de Reul is in heel veel opzichten uniek. En wat ook absoluut heel uniek is, dat is dat er een ondergronds restaurant is. Het enige in Nederland. De Dalemergroeven. We gaan er een kijkje nemen. Ashwin, de Dalemergroeven, een nieuw project. Ja, klopt. Sinds 2017 april, 7 april zijn we geopend hier met een compleet nieuw restaurant. Maar je zit hier al veel langer in de groeven, hè? Inderdaad, we zitten hier al een jaar of 16, dit is het 17e jaar dat we in deze groeven, dat we deze groeven uitbaten. Eigenlijk voorheen alleen maar voor feesten, partijen, groepen, bruiloften, je kunt hier trouwen, personeelsfeesten. En wat is dan sinds april eigenlijk de grote verandering? Dat we een van de twee zalen wat we hadden, de kleine zaal, die hebben we compleet veranderd tot een hoogwaardig restaurant. Ja. En die... Je kunt eten, menus kunt eten met een prachtige, mooie open keuken. Dus we maken nu ook alles zelf, alles uit eigen huis, alles vers bereid. Ten opzichte van voorheen, met feesten en partijen, werd alles geketerd. En nu doen we alles zelf maken. En je kunt hier nu, het grote verschil is, dat je hier met z'n tweetjes ook kunt komen dineren in de grotte, wat vrij uniek is. Kan nog nergens anders. En dat is nu mogelijk, ja. Sta je zelf achter de kachel, Ashwin? Nou, dat wil ik de gasten niet aandoen. Dus ze hebben een hele goede chef ervoor gevonden, ja, absoluut. Was dat moeilijk om een goede chef te vinden? Dat hadden we wel gedacht, maar het viel gelukkig nog mee. Maar we hebben echt een topchef weten binnen te halen. Dus. Geert heet hij, geloof ik? Geert van der Kruis, inderdaad. Ja. En nou, waar komt hij vandaan? Geert komt oorspronkelijk uit, hij is geboren in Brabant. Heeft in heel het land op diverse plaatsen, voor het laatst in Gelderland gekookt. En kwam net op het juiste moment, wilde hij verhuizen naar Limburg toen we elkaar tegenkwamen. Dus hij zocht een baan hier in het zuiden en wij zochten een goede chef. Dus dat, ja. Geert, ik heb net gehoord dat je uit Brabant komt. Maar dat vinden ze helemaal niet erg in Limburg. Nee, wat als je maar goed kan koken. Ja, zeker. En ze vindt het wel leuk met me, dus ik pas Nederland een beetje aan de Limburgse taal en zo. Dus het komt allemaal goed. Heel goed. Maar het gaat vooral om je kookkunsten. Ja. En ik begrijp dat je al behoorlijk wat ervaring hebt voordat je hier kwam werken. Ja, zeker. Ik zwerf al een beetje 40 jaar door het land heen. Mijn meisje komt uit Geleen en ik vond nou tijd om een beetje te gaan settelen. Dus vandaar dat ik deze kant op ben gekomen. Oh, die had al heel wat met Limburg dan, ja, in ieder geval. Hè? Goed, we hebben gehoord dat de groente een hele belangrijke rol speelt in deze keuken. Dat is apart. Ja, zeker. We hebben een eigen moestuin. En dus dit jaar vanaf 1 mei zijn ze daarmee begonnen. En we werken veel met verse groenten. Het is klassiek, maar wel echt puur. Puur de natuur waar we hier presenteren. Maar dat betekent dat vlees of het vis eigenlijk op het tweede plan komt? Nee, zeker niet. We proberen ook plaatselijke stukken vlees vandaan te halen, zover dat lukt. En anders uit een bepaalde regio van een land, zodat het wel een naam heeft in ons restaurant kan krijgen. Het wildseizoen is natuurlijk september, oktober, november, december heel belangrijk. Daar doe ik ook veel in, want ik ben voorheen ook nog een tijdje polier geweest. Lisanne, ja. Maître in het restaurant Dalemergroeven. Maître is eigenlijk een beetje een manager van het restaurant. Ja. Maar je bent vooral ook toch de sommelier in het restaurant. Ja, ik denk eigenlijk mijn favoriete gedeelte van het werk is voornamelijk bezig zijn met de wijnen en het combineren met de gerechten daarbij. Om een stukje beleving mee te kunnen geven aan al onze gasten. Om het echt een leuk avondje uit te maken. Waar heb je dat vak geleerd?
Ik werk al heel erg lang in de horeca. En ik heb 2 jaar lang een cursus gedaan bij Claudia van Dongen. En daar heb ik echt heel veel over wijn en spijs geleerd. En natuurlijk heel veel proberen. Dat wil ik zeggen. Je moet vooral veel proeven. Veel proeven. Ja, hoort er helaas bij. Nou, zo erg is dat toch niet? Nee, ja, het is wel erg als je het weer steeds uit moet spugen, toch? Ja, dat klopt. Nou, dat valt op zich ook wel mee. Wij moeten nog gewoon naar huis rijden op het einde van de avond. Maar daardoor proef je wel de wijn veel beter. Dus, En wat is je selectie voor dit restaurant? Wat boeit je en welke soort wijnen ben je uitgekomen? Nou, heel belangrijk was het voor Ashwin om dat al onze wijnen biologisch zijn. Wel biologisch of biologisch dynamisch. We hebben ook een aantal wijnen die niet gecertificeerd zijn. Maar die komen dan van kleinere wijnboeren uit meestal Europa terecht. Omdat het best wel veel geld kost om gecertificeerd te zijn. Maar al onze wijnen zijn biologisch of biologisch dynamisch. Ashwin, het is wel zo, dat valt mij in ieder geval op, dat je met je restaurant natuurlijk buiten de grote kring van, laat ik zeggen, horecagelegenheden in Valkenburg zit, waar alle toeristen lopen. Hoe ga je dat aanpakken? Want die toeristen die lopen hier niet zo snel op deze bergweg voorbij. Nee, dat klopt helemaal. Dat heb je goed gezien. Het heeft zijn voor- en nadelen dat we hier naar buiten het centrum zitten. Je zit er wat rustiger. Je hebt een mooie grote parkeerplaats aan de overkant. En ja, zo'n unieke plekken die liggen niet in het centrum voor de oprapen. Dus mensen gaan ook wel, we doelen echt op een doelgroep wat echt houdt van iets anders. Wat op hoger niveau gaan eten. Lekker gezellig een avondje uit. En niet het snelle werk, snel even wat gaan eten. Waar veel toeristen naar Valkenburg gaan nog wel op uit zijn. We staan hier bij de groentelades zo te zien. Ja, zeker. De eerste groenten komen nu langzaam uit onze eigen tuin. We hebben nu een koolrabi, daar ben ik nog wat mee aan het experimenteren, omdat er veel gasten dat moeilijk vinden om te eten. Okay. Heel dun rauw snijden en een zoetzuur is heel lekker, dus daar hebben we getest mee gedaan. Rode bieten komen nu ook langzaam uit onze eigen tuin. Vanaf volgende week hebben we onze eigen courgettes, ook uit eigen tuin, allemaal biologisch. Hier heb ik de gele bospeen, die komt nog niet uit onze tuin, maar uit een gebied uit Italië, maar die gaan we volgend jaar wel zelf kweken. Okay. De afgelopen weken hebben we de radijzen gehad hier uit eigen tuin, de Hollandse sla, de rucola en de veldsla en de spinazie, maar die had er niet zoveel. Maar dat is allemaal biologisch en daar maak ik dan bijvoorbeeld de spinaziesoep van. Okay, interessant. Nou, klinkt alsof we misschien ook een hapje mee willen eten, of niet, cameraman? Nou, hè. Gezondheid.